Ja, als jullie klaar zijn, zou ik graag van wal willen steken dan. Ja. Beste collega's, dank u dat ik u hier vandaag mag toespreken over een thema dat mij toch wel nauw aan het hart ligt, namelijk zwerfvuil. U weet wel, zwerfvuil is het klein afval dat mensen nonchalant, argeloos op straat achterlaten of weggooien. In eerste instantie, om de term zwerfvuil goed te begrijpen, moet ik het onderscheid maken tussen zwerfvuil en sluikstorten. Bij sluikstorten gaat het over grotere soorten afval, zoals matrassen, koelkasten, tuinafval, grof afval, bouw- of sloopafval, dat mensen vaak intentioneel weggooien op afgelegen plaatsen waar niemand voorbij komt, zodat ze hun afval daar stiekem kunnen dumpen. Sluikstorten wordt vandaag de dag wel al streng bestraft. Dit in tegenstelling dus tot zwerfvuil, dat klein afval is, zoals ik zei, dat niet altijd intentioneel werd achtergelaten, alhoewel moet je dat met een korreltje zout nemen, in parken, langs de straatkant, autosnelwegen of langs bermen. Het gaat om kleiner afval. Wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Plastic, blikjes, flesjes, sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten zelfs, tickets, papieren zakjes, kranten en tijdschriften. En ook in tegenstelling tot sluikstorten, is het straffen of het bestraffen van zwerfvuil nog niet helemaal gereglementeerd. Het staat nog niet helemaal op punt. Momenteel wordt zwerfvuil bestraft door de zogenaamde gasboetes, dus de gemeentelijke administratieve sancties, de gasboetes. Wat is het gevolg van al dat zwerfvuil? Het eerste is van esthetische aard. Het ontsiert het stedelijk landschap. Ik denk dat dat wel normaal is. Hè? Ik denk dat niemand graag zwerfvuil ziet liggen. Als je bijvoorbeeld je huis verlaat en je ziet daar een aantal blikjes of sigarettenpeuken voor je huis op de stoep liggen, dat heeft niemand graag. Uit de studie is gebleken dat hondenpoep en zwerfvuil de eerste plaats bekleden in een ranglijst van de ergernissen van mensen, dus de zaken waaraan mensen zich het meeste ergeren. In die lijst stonden trouwens ook onkruid, verzakte straattegels en onopgeruimde plantsoenen op eveneens een hoge plaats. Maar het tweede gevolg van zwerfvuil is er een van verregaandere aard, namelijk de impact die het heeft op het leefmilieu. In dit verband vertel ik u graag iets over het afbraakproces. Dus zoals u weet, wat in de natuur wordt gegooid en wat niet meteen opgeruimd wordt, ja, moet door diezelfde natuur afgebroken worden. En dat vergt toch wel wat tijd. Een appelklokhuis bijvoorbeeld, ja, dat duurt 14 dagen vooraleer het klokhuis volledig vergaan is. Bananenschillen of sinaasappelschillen, die gaan 1 tot 3 jaar mee vooraleer die volledig vergaan. Ik zeg 1 tot 3 jaar omdat het afhankelijk is van het weer. Uiteraard, hoe warmer het is, dus door de impact van de zon, hoe sneller de schil in kwestie verrot. Als die in de schaduw blijft liggen, duurt dat uiteraard iets langer, vooraleer die volledig ontbonden is. Blikjes frisdrank dan, ook daar hangt het ervan af. Het deksel van een blikje frisdrank is van aluminium gemaakt en dat vergaat nooit. Terwijl de rest van staal is gemaakt en dit duurt zo'n 50 jaar vooraleer het ontbonden is. Ik kan nog andere voorbeelden opzommen hoor. Kauwgom bijvoorbeeld duurt 20 à 25 jaar vooraleer dat vergaat. Sigarettenpeuken ongeveer 2 jaar. Kartonnen drankbekers, dat duurt het minstens een half jaar vooraleer die verrotten. En dan alles wat van piepschuim of polystyreen gemaakt is, ook dat duurt tientallen jaren vooraleer het volledig ontbindt. Dan denk ik aan koffiebekers of de patatbakjes, dus de frietbakjes zoals we bij ons hebben.
Een pak papier en karton bijvoorbeeld duurt ook zo'n half jaar. Plastic zakken 10 tot 20 jaar vooraleer die ontbonden worden. En tenslotte een glazen fles, dat duurt 1 miljoen jaar vooraleer die door de natuur volledig ontbonden is. Graag zou ik nu wat willen ingaan op die plastic zak. Ook even om de impact van zwerfvuil op het leefmilieu nog te ondersteunen. Plastic zakken, we produceren er zo'n 10 miljoen ton van per jaar. En 10% van de plastic komt in zee terecht. Plastic is uiteraard geen natuurlijk materiaal en wordt dus ook niet op een natuurlijke wijze of door de natuur zelf ontbonden. De plastic die in zee terechtkomt, die wordt door de golvende beweging van de zee, de stromen eigenlijk, of de getijden, eb en vloed, door de zon en door een mechanisch wrijvingseffect afgebroken in minuscule kleine deeltjes, plastic deeltjes. Die deeltjes worden door vogels of zeezoogdieren zoals kwallen verward met een prooi en die eten die dan ook op. Elk jaar sterven zo meer dan 1 miljoen zeevogels en tienduizenden zeezoogdieren zoals de zeeschildpadden, omdat ze zich verslikken in de plastic deeltjes. Vissen kunnen ook plastic deeltjes oppeuzelen. Ze sterven daarvan niet meteen, maar gezien de plastic deeltjes chemische bestanddelen bevatten, stellen ze zich daarmee wel bloot aan chemische gevaarlijke stoffen. En die komen dan ook in onze voedingsketen terecht wanneer het vis uiteindelijk op ons bord belandt. Het evenwicht van ons ecosysteem, en dan meer bepaald het zee-ecosysteem of marine ecosysteem, wordt ook nog op een andere wijze verstoord, op een subtielere manier. De plastic deeltjes in zee kunnen soms fungeren als een grote oppervlakte waaraan zich micro-organismen kunnen hechten. Micro-organismen van plantaardige of van dierlijke oorsprong. Door de stromingen van de zee worden die plastic deeltjes, worden gewoon weggedreven ook naar een andere plaats. Een andere leefruimte van de micro-organismen zelf. Dus een micro-organisme die gewoon is te leven in een ene habitat, hecht zich aan een plastic deeltje, dat drijft weg en komt in een ander habitat terecht, waardoor de levenskansen natuurlijk van dat micro-organisme afnemen. Niet alle plastic drijft, 70% ervan is zwaarder, dus zinkt, komt op de zeebodem terecht, waar het leven al daar ook verstikt of aanpast. Dat is maar om één voorbeeld op te sommen van de impact op het leefmilieu natuurlijk. En dan heb ik het nog niet over de bevuiling van het grondwater, of over de energie die dient opgewekt te worden voor de fabrieken die plastic maken, vervaardigen. En dan heb ik het ook nog niet over de vervuiling die daarmee gepaard gaat. Nu, wat kunnen we daaraan doen? Ten eerste, zoals bij alles, het creëren van een wettelijk kader. Zo heeft de Europese Unie in 2010 alle plastic door middel van een richtlijn willen bannen. En of vervangen door resistentere, recycleerbare en vooral te betalen zakken. Zakken waarvoor je moet betalen. Dat heeft maar matige resultaten opgeleverd. Ja. Wat kunnen we nog doen? Of wat kan Europa bijvoorbeeld ook doen? Is het terug invoeren van statiegeld. U weet wel, statiegeld is het geld dat je krijgt als je een fles terugbrengt naar de winkel, bijvoorbeeld. Wel, dat zou natuurlijk de mensen ertoe aanzetten om minder te vervuilen. Maar ik denk, beste collega's, dat er voornamelijk een mentaliteitswijziging tot stand moet komen. Misschien kunnen we teruggrijpen naar een aantal tradities van onze grootouders,
Mijn grootmoeder had bijvoorbeeld altijd één soort jutezak waarmee ze altijd haar boodschappen deed. Ik denk dat we vooral bij onszelf moeten beginnen. Daarom heb ik mij ook voorgenomen geen zwerfvuil te dumpen, om op deze manier bij te dragen tot een leefbaardere wereld voor ons allen. Ik dank u voor uw aandacht.